Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Poe Interviewt de Ice Age Karakters. Met vandaag Manny, hallo, de mammoet uit Ice Age. Hij zit in alle films, 1 tot en met 6. En hoe is het om hier te zijn? Beetje fris. Nou, eerste vraag, hoe is het in de ijstijd? Is het koud? Ja. Het is altijd koud in de ijstijd, Poe. En dat verandert ook nooit. Heb je dan nooit de zin in een ijsje? Nee. Omdat het in de ijstijd al zo ondiegelijk koud is. Wat een gekke vraag, Poe. Poe, sorry, Minnie. Volgende vraag. Heb je ook een vriendin? Ja, Ellie. En daarmee is het lekker gezellig. Volgende vraag. Wat is je favoriete avontuur dat je beleeft in de ijstijd? Nou, misschien wel het avontuur dat ik gewoon iedereen van mijn vriendjes leerde kennen. Oh yeah. En wist je, Manny? Ja, Poe. Dat het ook binnenkort Halloween is. En met Halloween ga je langs de deuren voor snoepjes. Kijk, ik doe het even voor. Klop, klop. Wie is daar? Poe. Poe voor snoepjes. Boe. Poe. In de Halloween is het eigenlijk al... In de ijstijd, bedoel ik, is het eigenlijk altijd Halloween. Want daar hebben we natuurlijk Diego, die heel vaak... Oeh. En wat is je lievelingsavontuur van mij bij het hondenbunnenbos? Nou, eigenlijk die met de lollifanten. De lollifanten? Oh, ik ben bang voor lollifanten. Nee, maar lollifanten lijken een beetje, Poe, op mammoeten. Oké, wil je nog iets zeggen aan de kijkers van YouTube? Jazeker. Zo, dat was schrikken. Oh, moet ik het nog een keer doen? Nee, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.